Leuk dat u kijkt. U kunt ook nu nog vragen stellen. Of ik ook het juiste antwoord weet, dat kan ik u niet verzekeren. Maar ik ga mijn best doen. Mark vraagt mij, als je de kans zou krijgen naar Mars te kunnen, zou je dat dan doen? Nee, Mark, dat zou ik niet doen. De risico's zijn aanzienlijk. Ik heb begrepen dat de kans dat je terug kan, dat die buitengewoon klein is. Ik vind een hele reis naar Mars, bemande reis naar Mars, de grootst mogelijke onzin. We moeten dat niet doen. We hebben daar eigenlijk niet veel te zoeken. En zeker is het ook nog zo dat we een hele reeks van verkenners naar Mars hebben gestuurd die heel gedetailleerd bericht geven van hoe het op Mars gesteld is. Dus dat hele reis naar Mars is eigenlijk een onzinnige onderneming. De mens is niet gemaakt voor ruimtereizen. Oh, er is alweer een nieuwe vraag van Connie deze keer. Achternamen hebben ze kennelijk niet. Hou je eigenlijk van muziek of vind je het helemaal niks? Nou, veel muziek vind ik helemaal niks. Dat wil ik wel eerlijk over zijn. Veel jeugdmuziek vind ik helemaal niks. De hele ontwikkeling, laat maar zeggen, van de populaire muziek van de afgelopen decennia vind ik helemaal niks. De jaren 60 vond ik het nog wel leuk, maar daarna is het niet veel. Maar ik ben dol op klassieke muziek. Maar ik heb een groot probleem met muziek. Als ik namelijk de muziek opzet en zo mooi vind dat ik erin gevangen raak, dan kan ik niet tegelijkertijd werken. En als ik zeer geconcentreerd werk, hoor ik de muziek niet meer. Maar je hebt heel veel mensen die kunnen werk en muziek goed combineren, maar dat kan ik dus niet. Hoe mooier de muziek, hoe minder ik werk. En hoe geconcentreerder ik werk, hoe minder ik van de muziek hoor. Deze keer is het Jim. Wat vindt u van de Achterhoek? Ja, wat vind ik van de Achterhoek? Een heel aardig coulissenlandschap, je rijdt er wel eens doorheen. Ik begrijp dat de mensen op vrij grote schaal wegtrekken uit de Achterhoek. Dat is een probleem in Nederland. Dat eigenlijk de Randstad steeds drukker en drukker wordt en de perifere gebieden leeglopen. Op zichzelf, als je niks te zoeken hebt in de Randstad, woon je tip-top in de Achterhoek. Want ook natuurlijk de onroerend goedprijzen zijn navenant in alle vertrekgebieden eigenlijk. Dus wat mij betreft, als je niks speciaals te doen hebt in de Randstad, blijf rustig wonen in de Achterhoek. Nu is het Hans. Denkt u dat u de slimste wordt als u mee zou doen? Nee, dat denk ik helemaal niet. Een groot deel van de vragen zou ik totaal niet kunnen beantwoorden. Dat zijn heel veel televisievragen. Wie zijn de drie hoofdrolspelers in goede tijden, slechte tijden? Dat programma heb ik nooit gezien, dus ik weet ook niet wie de hoofdrolspelers zijn. Ook die rare rijtjes met, laten we zeggen, bekende dictators als Lego-poppetjes, dat zijn allemaal dingen waar ik niets van terecht zou brengen. En ik heb ook een heel vast voornemen. Ik zal nooit deelnemen aan de slimste mens als, laten we zeggen, kandidaat. Ah, Barry. Wie zou je graag bij de slimste mens willen zien en wat verwacht je van die persoon? Ja, ik zou niet 1, 2, 3 iemand weten die ik daar wil zien. Want dan heb je natuurlijk een keuze. Je kunt mensen die je aardig vindt, die wil je graag zien omdat je hoopt dat ze het enorm goed zullen doen. En dat is natuurlijk ook een groep van personen die je niet aardig vindt en die je hoopt dat mee zullen doen. En dat dan op een ongenadige, pijnlijke manier af zullen gaan. Laten we zeggen Thierry Baudet of zo. Dat zou ik ook wel leuk vinden. Maar eigenlijk maakt het mij niet zo verschrikkelijk veel uit wie er meedoet. Ik moet eerlijk bekennen dat ik zo'n lijst krijg van alle bekende Nederlanders die dan in de komende ronde spelen. Waarvan ik meestal drie kwart heb ik nooit van gehoord. Maar ik vind juist vaak de mensen waar ik nooit van heb gehoord een hele aardige verrassing. Allerlei jong volk, ik ben 74. Ik volg het media gebeuren niet, althans het televisie gebeuren niet op de voet. Dus ik vind het vaak heel verrassende, interessante mensen die deelnemen. Vooral omdat ik nooit van ze gehoord heb. Eelco. Houd ik van huisdieren? Ja, ik houd van huisdieren, maar ik hou helemaal niet van honden. Eigenlijk zijn de enige min of meer geschikte huisdieren, dat zijn katten.
Al het andere is zielig, dat moet u niet doen. Neem geen papegaai, neem geen konijn. Ga niet een paard in de achtertuin houden, dat is allemaal niks gedaan. En zelfs die katten, dat vind ik eigenlijk twijfelachtig. In die zin twijfel ik eigenlijk aan het hele verschijnsel van het huisdier. Het huisdier is toch onvermijdelijkerwijs een slachtoffer van onze liefde. Oscar, wat is het wanstaltigste fenomeen van de moderne tijd? Ja, dat moet je vrij breed formuleren. Iets wat ik helemaal niet goed begrijp, wat overigens altijd heeft bestaan, maar nu wel heel prominent is geworden. Dat is dat allerlei mensen die de grootst mogelijke onzin uitkramen. En werkelijk de grootst mogelijke onzin. Dat die brede aandacht krijgen, dat die overal aan het woord komen en dat je denkt, hoe is dit mogelijk? Nou ja, in algemene zin, hoe is het mogelijk dat een oplichter en een kletsmajoor als Donald Trump president van de Verenigde Staten wordt? Dat is wel een zaak waarmee ik worstel. Denkt u aan de Nederlandse populisten. Allemaal tot de laatste man kletsmajoors, maar ze bepalen merkwaardig genoeg wel al enige jaren het publieke debat. Ik vind dat gek. Ik vind ook dat de media veel kritischer zouden moeten zijn op, laten we zeggen, dit soort van mensen die ze aan het woord laten, maar dat is niet het geval. Jesse vraagt mij, wat vindt u van carnaval in Noord-Brabant? Ik ben elk jaar dol en dol blij dat ik daar niet naartoe hoef. Seppe, dat is weer een heel andere Seppe, Sanne. Je hebt ook tegenwoordig allemaal van die eigenaardige nieuwe voornamen die vroeger niet bestonden. Wie vond u tot nu toe na al die seizoenen de sterkste en meest interessante kandidaat? Je had hele interessante kandidaten die het eigenlijk niet zo verschrikkelijk goed deden. Je had ijzersterke kandidaten die ik eigenlijk strontvervelend vond. Alles is mogelijk op dit terrein. Maar ik was wel onder de indruk van Owen Schumacher. Dat is volgens mij de best scorende kandidaat die we ooit gehad hebben. En daar heb je wel een interessant fenomeen te pakken. Cabaretiers van welke aard en soort dan ook doen het heel goed in De Slimste Mens. Ze hebben goed associatievermogen, ze zijn niet al te bang voor de camera. En ze weten van alles wat omdat ze zo'n show in elkaar moeten peuteren. En je hebt veel filosofen die meedoen. Dat wil zeggen mensen die filosofie hebben gestudeerd, waar je natuurlijk geen kant mee op kan en die nu allemaal merkwaardige beroepen uitoefenen. Dus je bent altijd licht verrast en verblijd als ze filosofie gestudeerd hebben. Hoewel ik zelf niks met filosofie heb. Juri. Maarten, denk je dat er ooit vrede komt tussen China en Amerika? Ja, dat denk ik eerlijk gezegd wel. Er is nu ook vrede, ze zitten elkaar ook dwars in allerlei opzichten. Het zijn allebei hele grote mogendheden, wereldmogendheden, die op allerlei terreinen competitief opereren, maar tegelijkertijd hebben ze elkaar ook nodig. Zonder de Amerikaanse markt zou de Chinese economie niet zo'n ongekende groeispurt hebben doorgemaakt in de afgelopen 30 jaar. Dus ja, ik zou zeggen, ze hebben elkaar nodig en laten we hopen dat in beide landen min of meer verstandige mensen aan het bewind blijven. Vooral Amerika lijkt mij daar nu en wellicht ook in de toekomst problemen mee te hebben. Je kunt veel zeggen van de Chinese Communistische Partij, dat is een dictatoriale partij. Van mensenrechten is in China geen sprake, maar je moet ook toegeven dat ze de zaak behoorlijk op de rails hebben. Elisa, als u een tijdperk mocht kiezen waarin u zou kunnen, dan verschijnt ineens een wereldkaart, Lissabon, zaterdag 9 juni 2018, 12 uur 52. Waarom Lissabon? Verschijnt in mijn beeld. Ik ga er even op drukken. Dit is ook wel geestig dat karretje, hè? Een tragisch piepgeluid veroorzaakt. Zal ik het nog een keer doen? Elisa, als u een tijdperk mocht kiezen waarin u zou kunnen leven, welke zou u dan kiezen?
Ja, toch het huidige tijdperk. En ik zal u dat uitleggen. Als ik bijvoorbeeld 100 jaar geleden zou hebben geleefd, dan was ik al 2 maal dood gegaan. Eenmaal al voor mijn 50ste. Als gevolg van een verwaarloosde galblaas met galstenen erin. En een tweede keer omdat bij mij een hartklep is afgescheurd. En dat is 12 jaar geleden. Nee, nu ondertussen 13 jaar geleden is dat fantastisch gerepareerd. Vooral die tweede operatie is iets wat we pas sinds eigenlijk de jaren 60, maar in Nederland op niveau veel later nog, pas sinds die tijd kunnen. Dus ik was, als ik in de 19e eeuw had geleefd, wat ik wel een interessante eeuw vind, dan was ik ver voor mijn 50ste overleden. En nu zit ik hier en ik ben 74. Dus voor mij is het de huidige tijd een prima tijd. Rob, ziet u uzelf als een filosofisch persoon? Totaal niet. Ik heb helemaal geen filosofische inslag. Ik denk bij filosofie al heel snel, Jezus, wat een gezuur. En ik ben eigenlijk veel meer geïnteresseerd in natuurwetenschappen dan in de filosofie. Michael, denk je dat het programma ooit door kan gaan zonder jouw aanwezigheid? Zo ja, wie is volgens jou een waardige vervanger? Ik laat die waardige vervanger graag over aan, aan de producent, te weten Sky High, die ooit de geniale ingeving heeft gehad om 2 bejaarde mannen te nemen voor de presentatie van dit programma, wat natuurlijk eigenlijk vrij krankjorum is, maar fantastisch heeft gewerkt, dus kennelijk hebben ze talent voor die selectie. En ja, waarom zou het programma niet door kunnen gaan als ik er niet meer bij ben? Er zijn ongetwijfeld tientallen mensen die ook hele aardige eenmansjuries zouden kunnen vormen. Maar het is niet aan mij om die keuze te maken en eerlijk gezegd interesseert het me ook niet veel. Mirjam, de 3 van Rossum zijn nogal dominant. Hadden jullie vroeger veel verhitte discussies toen jullie nog thuis woonden? Ten eerste vind ik ze, ja, wij maken misschien een dominante indruk, maar dat valt wel mee. Misschien vinden mensen ons dominant omdat we dominante praters zijn. Maar dominante praters zijn niet noodzakelijkwijs dominante persoonlijkheden. Ik heb er zelf nooit iets aan gevonden om over andere mensen de baas te spelen bijvoorbeeld. Ik vind het wel leuk om te discussiëren en de discussie te winnen, maar dat is eigenlijk iets anders dan dat je, laten we zeggen, de baas wil spelen over grote hoeveelheden mensen. Hadden wij verhitte discussies? Nee. Er werd bij ons thuis lustig gediscussieerd. Ook met mijn vader kon je heel aardig discussiëren. Mijn moeder was kort aangebonden, dus dat was iets lastiger. Maar ja, wij konden ook thuis goed discussiëren. En het was eigenlijk altijd opvallend als je bij andere mensen kwam. En dan heb ik het over onze jeugd, de jaren 50. Dat daar vaak het hele idee dat je zou kunnen discussiëren met de pater familias, dat was volstrekt ondenkbaar in feite. En dat deed je niet. Dan hebben we de wereldklok weer, die mij verrast nu met de tijd in Lissabon. Ik heb er altijd een enorme interesse in gehad. Hoe laat is het in Lissabon? Kijk, weg is die. Joël, hoe word je een goede historicus? Hemelse goedheid. Ja, heel veel historici worden slechte historici. Dat komt omdat heel veel mensen geschiedenis gaan studeren. Omdat je nou eenmaal wat moet studeren, maar zonder eigenlijk enige hartstocht voor dat vak te hebben. Dus je moet wel, vind ik, liefst al op de middelbare school een grote interesse hebben voor de geschiedenis in de ruimste zin van het woord. Dat had ik. Maar het had ook andere klasgenoten die overigens helemaal geen geschiedenis zijn gaan studeren. Maar ik had eigenlijk vanaf de eerste, tweede klas van de middelbare school was ik al enorm geïnteresseerd in geschiedenis. Trouwens, nu ik het daarover heb, ik vond al op de lagere school die geschiedenisplaten van Isings, die vond ik echt fascinerend. Ik keek daar ontzettend graag naar. Dus ja, het moet er wel een beetje in zitten, naar mijn idee. Je moet geen geschiedenis gaan studeren als je denkt, nou ja, die leraar kon zo lollig vertellen, dat laat ik dat maar doen, ik moet iets van mijn ouders en zo, dat moet u niet doen. Het is een vak wat om een zekere inzet vraagt. En u moet goed op uw reet kunnen zitten en kunnen lezen. U moet van lezen houden. Houdt u niet van lezen, begin er in godsnaam niet aan.
Het is een kwelling voor mensen die niet van lezen houden. Tom, wat is de beste uitvinding sinds het gesneden brood? Nou moet ik zeggen dat ik de uitvinding van het gesneden brood een rampzalige uitvinding vind, want gesneden brood vernietigt de structuur van het brood, het wordt sneller oud. Ik laat mijn brood nooit snijden als ik een brood koop. Dus wat de beste uitvinding is sinds het gesneden brood, ik zou het verdomd niet weten. Er zijn zoveel uitvindingen gedaan sinds het gesneden brood. Ik vind in allerlei opzichten het internet een prima uitvinding. En je zou dat wel in de breedste zin van het woord een uitvinding kunnen noemen. Maar tegelijkertijd, zoals alle uitvindingen, vergeet dat niet, heeft het ook zijn schaduwkanten. Bijvoorbeeld Facebook. Dat blijkt ontzettend leuk te zijn om foto's uit te wisselen van je kleinkinderen, weet ik veel wat nog niet meer. En tegelijkertijd blijkt het ook een mogelijkheid te zijn voor samenzweringstheorieën, verzamelingen van psychopaten, ondermijning van de democratie. Nou ja, gaan ze maar door. Hildegard, dat is nog eens een ouderwetse naam. Kan de wetenschap ook wel gevaarlijk zijn voor de mensen? Ja, dat weten we toch eigenlijk wel. Hè? Laten we zeggen, de kernsplitsing, de doorgronding van de atomaire en subatomaire wereld heeft ons de nucleaire wapens opgeleverd en dat is bepaald geen zegen als we ze ooit zouden gebruiken. Tot nu toe zou je kunnen volhouden dat het bestaan van die wapens zou en het gebruik van die wapens tot een zodanig verwoestend conflict zou leiden, dat misschien de nucleaire wapens tot op heden wel hebben bijgedragen aan de wereldvrede. Dat zou nog kunnen. Maar ja, de wetenschap kan van al, denk aan plastic. De hele wereldbol wordt geteisterd door plastic afval. Terwijl we allemaal dachten dat het zo handig was. We vinden het ook allemaal hartstikke handig. Lekker iets kopen in een plastic zakje. Alles zit in plastic verpakt. Tegenwoordig krijg je vaak dingen die koop je en dan ik ben niet handig genoeg om zelfs de verpakking eraf te krijgen. Verpakkingen zijn soms zo krankjorum gecompliceerd dat je ze niet open kunt krijgen. Dat kan wel wat minder, moet ik zeggen. Gewoon verpakken in bruin papier is ook goed hoor. Eelco, wat is mijn lievelingseten? Ah, keizersmarren, dat is mijn lievelingseten. Dat is een gerecht wat dateert uit de K&K-monarchie. Dus de oude Donaumonarchie zal ik maar zeggen. En dat is ja een soort roerei van pannenkoekendeeg. Maar het is, u moet vooral naar Wenen gaan en dan moet je naar een traditioneel Weens restaurant gaan. En daar bestelt u eigenlijk alleen het toetje, want het toetje is keizersmarren. De portie is ook van een zodanige aard dat u kunt er een week mee voort. En het is geweldig. Ik kan het u verzekeren, alleen al het keizersmarren maakt een reis naar Wenen de moeite waard. Yvonne, wanneer heeft u voor het laatst hartstochtelijk gelachen en met wie? Ja, ik ben niet zo'n hartstochtelijke lacher, moet ik zeggen. Ik ben wel iemand die de slappe lach kan krijgen. En bijvoorbeeld mijn zwager is wel in staat om mij de slappe lach te laten krijgen. Vaak krijg ik samen met mijn zwager of door iets enorm flauws wat ik over hem gezegd heb, krijg ik de slappe lach. En dat doet mij altijd enorm veel genoegen, maar hartstochtelijk lachen, dat lijkt mij ook gevaarlijk voor de gezondheid. Lennon, zou die jongen Lennon van zijn voornaam heten? Wilt u zelf de slimste mens niet presenteren? Nee, absoluut niet. Ik heb geen enkele jaloezie ten aanzien van de rol die Philip in dit programma vervult, om de eenvoudige reden dat ik het niet zou kunnen. Philip kan er een zekere schwung in brengen en dat kan ik helemaal niet. Ik kan alleen maar op één toon praten. Ik hoor ook vaak dat mensen mij gebruiken, mijn stem gebruiken om in slaap te raken. En daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ah, wat is mijn lievelingsboek, vraagt Andrea. Ik moet Andrea zeggen, ik heb geen idee. Ik heb tal van lievelingsboeken. Wilt u de lievelingsboeken van mijn jeugd? Winnie de Pooh, Niels Holgersson, De Wind in de Wilgen, in de Ban van de Ring. Dat heb ik natuurlijk in eerste instantie in vertaling gelezen.
Maar u kunt ook 100 jaar eenzaamheid. Ik heb ongetwijfeld minimaal 100 lievelingsboeken. Dus ik kan er niks verstandigs over zeggen. En je kunt ze tegenwoordig op zijn tablet allemaal tegelijkertijd meenemen op vakantie. Dat is het mooie. Dat is weer het mooie van zo'n ding. Hè? Weliswaar word je ook voortdurend geïnformeerd over de tijd in Lissabon. Hildegard, neemt uw jaarlijkste griepprik. Als ik eraan denk wel, ik krijg ook altijd zo'n briefje, omdat ik natuurlijk tot de bejaarden in de praktijk van in de huisartspraktijk hoor. Maar ik geloof dat ik het, dit jaar ben ik het vergeten. Of ik had iets anders. Ik heb geen idee. Ik heb niet de indruk dat het veel uitmaakt, want ik las in de krant dat ze dit jaar bij de griepprik eigenlijk geprikt hebben voor het verkeerde virus. Dus dan ja, hoef je ook geen spijt te hebben dat je die griepprik niet gehad hebt. Hildegard. Een helemaal gekke variatie van vragen, hè? Hildegard blijft hangen. Thomas, wat vindt u ervan dat er steeds minder mensen de techniekrichting kiezen? Ik vind dat echt zo ontzettend jammer. Ik dacht dat er al wel een kentering gaande was, dus dat meer mensen toch aan de technische universiteiten in Nederland gaan studeren. Maar een van de wonderlijkste aspecten van onze cultuur is dat onze cultuur volledig drijft op moderne technologie, die weer volledig het product is van de moderne natuurwetenschappen. En dat de meeste mensen in van alles geïnteresseerd zijn, behalve in de natuurwetenschappen en de resultaten die die natuurwetenschappen hebben opgeleverd, ook in technologisch opzicht. Mensen rijden in auto's terwijl ze niet de flauwste idee hebben hoe het motortje werkt. Mensen kijken naar die tablets terwijl ze niet de flauwste idee hebben hoe het systeem in elkaar steekt. Kortom, wij leven als technische analfabeten in een totaal technische wereld. En dat is raar en vind ik ook wel bezwaarlijk. Ja. Wij zijn ook altijd geïnteresseerd in allemaal die stomme dingen. Denk aan die stomme sport waar mensen een half leven aan besteden. Lees eens een leuk boek over hoe de wereld in elkaar steekt. Igna, 8 jaar oud, staat erachter. Wat heeft u allemaal gestudeerd? Nou, niet zo vreselijk veel, eerlijk gezegd. Ik ben begonnen met farmacie. Dat heb ik ongeveer 4 maanden gedaan. Want het idee was van mijn familie dat ik had het gymnasium Bertha gedaan. Dus ik zou, als ik iets alfa-achtig zou gaan studeren, dat zou wel ontzettend stom zijn. En met farmacie kon je eigenlijk geld verdienen zonder erg je best te doen. Dus dat trok me allemaal enorm aan. Maar na 4 maanden dacht ik, dit is vreselijk. En dat kwam eigenlijk doordat je allerlei praktische dingen moest doen. En toen ben ik geschiedenis gaan studeren en ik heb verder niks anders gestudeerd dan geschiedenis. Oh, kijk eens aan. Ze hangen een briefje op waar ik nu even dus, waarbij ik u moet bedanken voor het kijken. Ik heb altijd gelezen dat bij dit soort van dingen de gemiddelde kijktijd 7 minuten is. Dus dit is al een immense tijd als u alle tijd heeft zitten kijken. En ik moet u veel plezier wensen tot 16 juli. Dat zal niet meevallen. Want pas op 16 juli begint de slimste mens op de televisie weer. Dus dan wordt het leven echt leuk.